En bij de val van Troje speelt natuurlijk ook Hector een belangrijke rol. Hector, deze hele passage, 268-280, gaat over het verschijnen van Hector aan Aeneas om hem te waarschuwen en een en ander te vertellen. Nou, Hector, weet je misschien nog wel uit de onderbouw, de belangrijkste held van de Trojanen. Uiteindelijk wordt hij geveld door Achilles en meegenomen naar zijn tent. En hier zie je een kilix, een rood figuurige kilix, jawel, waar Priamos op zijn knieën ongeveer, ja, hij is hier niet op zijn knieën, maar waar Priamos het lijk van Hector bij Achilles terug komt halen. Dat is in het allerlaatste boek van de Ilias, het 24e boek, waar die passage in staat. Bij Grieks hebben we die wel eens gelezen, of kun je die nog wel eens lezen? Hij staat ook ergens online. Het is een prachtige passage, maar om aan te geven van wat er met dat lijk van Hector is gebeurd. Nou, Hector wordt in dit hele stuk een aantal keren genoemd. En er worden ook dingen genoemd over Hector. En dan is het evenwel belangrijk om de Ilias in je hoofd te hebben. Want de rol van Hector in de Ilias is namelijk redelijk groot. Ik begin met Tempus Erat. Het was de tijd. Nou, en wat was de tijd? De tijd, het was de tijd quo, waarop prima quies. Dus allebei nominatieves hoort bij elkaar. Mortalibus aegris is dativus en incipit is dan het werkwoord begint. Het was de tijd waarop de eerste rust voor de zieke stervelingen begint. En dono divom, nou divom heb je al een paar keer gezien, dat is die oude genitivus uitgang, die vorm van de goden. En door het geschenk van de goden, gratissima, zeer welkom besluit. Nou, dit gratissima is vrouwelijk en ook nog eens een keer superlatief, hoort bij quies, net als dat qui, prima hier. Dus zeer welkom besluit. Dus het werd nacht. En wat gebeurt er dan? Insomnis ecce. Nou, ecce is altijd kijk. Dat is een loswoord, ecce, kijk. Insomnis, in de slaap, ante oculos, voor mijn ogen. Visus komt van videri, vergeet dat niet, schijnen of verschijnen. Scheen mihi voor mij, de maestissimus, ook weer een keer een superlatief, dus gratissimus, maestissimus, superlatief, de zeer droeve Hector ad esse aanwezig te zijn. En hij scheen nog iets te doen, namelijk deze infinitivus effundere, en hij scheen letterlijk largos fletus, largos, accusativus meervoud, hoort bij dit fletus van de manusgroep, ook accusativus meervoud, en breed geween scheen te vergieten. Nou, daar hoort nog iets meer bij die Hector, die is namelijk ook nog raptatus bigis. Nou, hier krijg je je verwijzing naar de Ilias, raptatus bigis, meegesleurd door het tweespan. Ut quondam, zoals eens. En dat is dus het feit dat zijn lijk door Achilles om Troje heen wordt gesleept. Zoals het in de Ilias staat, door achter de wagen van Achilles, meegesleurd door het tweespan. En hij was nog meer, hij was en zwart door het bloederige stof. Cruentus is bloederig, pulvus, pulveris is genitivus pulvere. Dus ablativus, door het bloederige stof. En trajectus, letterlijk doorboord, doorgaan. En doorboord, per pedes tumentes, door zijn gezwollen voeten. En dan lora wil letterlijk zeggen qua riemen, wat betreft riemen. Dus deze passage
Dit stukje vanaf Raptatus, dat verwijst naar het rondtrekken van het lijk van Hector om de stad Troje. En daar was in het stof met gezwollen voeten, want daar waren die riemen doorheen getrokken. En hij was meegesleurd door het tweespan van Achilles. Die passage die wordt nog dramatischer met dat ei mihi, ach arme ik, wee mij. Qualis erat, hoe danig was hij, hoe zag hij eruit? Dat is een uitroep, hè? Wat was het afschuwelijk om hem zo te zien. En quantum mutatus, en hoeveel verandert ab illo en jambement Hectore, van die Hector, en nu wordt er beschreven van wat er vroeger was en goeds van Hector, die Hector, qui redit ex uvias indutus Achilli, qui redit, die terugkeert, en dan is hij indutus gekleed in de rusting van Achilles. En nu moet je even goed nadenken, want die wapenrusting van Achilles is de wapenrusting die hij heeft getrokken van de borst van Patroklos. Ook uit de Ilias, boek 16 volgens mij. In de Ilias wordt beschreven hoe Patroklos uiteindelijk de wapens van Achilles vraagt om de Trojanen terug te drijven de stad in. En die wapens krijgt hij ook. En heel veel Trojanen denken dat dan Achilles is gekomen in de strijd, maar dat is Patroklos in de wapenrusting, in het pakje van Achilles, hè? De oppersuit van Achilles, zo je wil. Dus die wordt verslagen door Hector. En natuurlijk krijgt Hector dan nog iets van een verwensing van Patroklos en een voorspelling dat Hector uiteindelijk zal verliezen, maar op dat moment, als Patroklos eenmaal gedood is, krijgt Hector de wapenrusting van Achilles. En moet Achilles dus een nieuwe halen bij zijn moeder Thetis. Althans, zijn moeder Thetis biedt aan om een nieuwe te maken. Dus dat is een belangrijke passage. En toen was Hector de held. En er was nog een keer wat toen Hector de held was, van dat is in het velzil. Of, dat staat er letterlijk, geslingerd hebbend, nadat hij geslingerd had, nadat hij de Phrygische vuren geslingerd had, daarna om Poepibus, naar de achterstevens van de Grieken. Dat is een passage die nog voor de dood van Patroklos zit, namelijk de Trojanen rukken op naar het Griekse legerkamp en steken die schepen van de Grieken in de fik, omdat nou eenmaal Achilles niet meer meedoet aan de strijd. Dus dat, hè, dit kleine stukje, deze twee versen zijn verwijzingen naar de Ilias. Nou, en wat had die dan? Hoe zag die er dan nu uit? Nou, dat is gerens, letterlijk dragend, terwijl hij droeg. Nou, wat droeg die dan nu? Dat zijn allemaal accusativi, dus vandaar die groene puntjes hier. Een squalentem warbam, een smerige baard droeg, en concretos crines, ook een accusativus, haren die letterlijk aan elkaar geplakt waren, betonnen haren, zo je wil, harde haren, en die waren hard geworden, sanguide, door het bloed. Ik ken het misschien wel, gestolen bloed, dat heeft een bepaalde structuur die, ja, haren keihard maakt. En haren hard geworden door bloed, en vulnera, zelfs vulnera, wonden, en die wonden dragend, quae circum plurima muros accepit patrios, die wonden, quae die hij accepit ontvangen heeft, plurima, zeer velen, circum muros patrios, dat wordt weer bij elkaar, rondom de vaderlijke muren, rondom de muren van zijn vader. Nou, dus Troje, met andere woorden. Heb ik nog twee zinnen over, maar die niet eerder dat ik hier heb neergezet. Videre is zien, soms met de ACI. En videri is schijnen,
vaak met NCI. Dus hou die werkwoorden uit elkaar. Nou, videbar. Ik scheen dus van videri, passieve vorm. Huilend scheen ik zelf, ultro, uit mijzelf twee dingen te doen. Namelijk de virum. En dit komt van vir, man. De man toe te spreken. En om majestas focus en droevige stemmen, letterlijk droevige woorden, expromere, te uiten. En dan heeft hij het dus over zichzelf weer, want hij neemt nou het woord en wat hij dan zegt, dat komt in het vervolg. Maar dan zijn we alweer bijna nu 10 minuten verder. Laat ik het even bij, ik ga binnenkort weer verder.